Elk stuk is iedere keer een soort reis. En dat is heel spannend. In het begin is eigenlijk de eerste week aan tafel. Er wordt even gelezen. We spreken door van wat in de scènes gebeurt. Waar gaat het over? Waar gaat het hele stuk over? Dan beginnen we het echt te repeteren. We proberen dingen uit. De tekst is wel vast, maar wat er gebeurt is soms geïmproviseerd. Dus op het moment, wat in je moment opkomt. En dan heb je een soort middengebied waar je ook veel begint te herhalen en te zoeken. En hoe vaker je iets herhaalt, hoe minder groot is de sensatie. Dan merk ik ook soms met dingen die komisch zijn. De eerste keer wordt er gelachen, de tiende keer is dat niet meer zo. En dan kom je in zo'n eindperiode, dan ga je naar de première toe, waar je meer gevoel krijgt ook voor het geheel. En dus als je de hele adem hebt van de voorstelling, dat geeft ook weer iets nieuws erbij. En ja, ik vind het altijd een beetje een reis. En het leukste vind ik als je vertrekt, dat het eindresultaat helemaal iets anders is. Of dat het iets is waarvan je niet kon fantaseren of voorstellen in het begin. Dat dat echt iets is wat ontstaat en groeit. Door iedereen die daaraan meedoet.